Welkom bij de zomertour van Omroep Zeeland. Vandaag in Vlissingen. En ik ben hier met Joost uit Vlissingen. Joost, geboren en getogen? Niet geboren en ook niet getogen eigenlijk, nee. Oh, nee. Waar kom je vandaan? Ik kom uit de Zandstraat. Van de overkant, zeg maar. Ja, dat is ook mijn kant. Dus, Okay. Ja. En hoe kom je dan in Vlissingen terecht? Per toeval. Oh, ja. Niet de liefde of hangen. Zo? Nee. Maar en wat doe je in dagelijks leven? Ik ben op dit moment in between the jobs. Heb je allemaal gedaan? Ik ben ooit begonnen in de zorg. En met een bruggetje via de horeca. Een maand geleden heb ik in de transport gewerkt. Leuk. Dat viel me eigenlijk wel. Dus die kant ga ik op, denk ik. Dus iemand met een transportbedrijf mag jou nu bellen? In principe wel, ja. Ja. Nou, wie weet. Om mee te rijden. Staat de telefoon meteen rood gloeiend. Ja. Heb je hobby's? Weinig. Weinig. Ja. Vakantie? Wandelgraag. Veel geweest, ja. Vroeger. Want als je in Vlissingen woont, dan is het strand natuurlijk dichtbij. Ik vind het ook wel een heerlijke plek om te wonen, wat dat betreft. Ja. Ga je vaak naar het strand? Ik loop er wel eens, ja. Ik ga niet om te liggen, maar... Ja, dat kun je zomer en winter doen natuurlijk. Ja. Als je hier woont wel, ja. Ja. Maar ik wil ook in de winter is het strand leuk, hè? Ja. We gaan het memory-spel doen. Ben je een beetje bedreven in spelletjes? Ik kan best fanatiek zijn, ja. Ja? Ja. Dus je wil een hoge score? Ja, want ik kan slecht tegen mijn verlies. Okay, oei. Daar zullen we dan een beetje rekening mee houden, misschien. Je krijgt zometeen 20 seconden de tijd om goed naar de plaatjes te kijken. Daarna draaien we de bordjes terug. En dan is het aan jou om de goede combinaties eruit te vissen. Voor elke goede combinatie krijg je 10 punten. Zit er eens een fout tussen, dan gaan er 5 punten af. Maar als je het goed hebt, dan krijg je daarna ook een vraag over Zeeland. Dan kun je 40 punten mee verdienen. Meer keuze. Hoe is je kennis van Zeeland? Ja, ik ben hier geboren en getogen. Dus ga ervan uit dat ik wel bovengemiddeld zal zijn. We gaan het testen nu. Haal nog even diep adem. En dan gaat je tijd nu in. Veel succes. En dan zie je de verschillende plaatjes, de verschillende categorieën. En dan is de tijd alweer om. Ik ga je niet afleiden. Je mag meteen de eerste bordjes omdraaien. 6 en 12. 6 en 12. 2 boeken. 10 punten zijn binnen. Categorie kunst en cultuur. Naar welke Zeeuwse zeeheld is een penning vernoemd? Is dat naar Michiel de Ruiter? Is dat naar Johan Evertsen? Of is dat naar Frans Narebout? Ja, mijn gevoel zei al, voordat ik de antwoorden zag, Michiel de Ruiter. Dus ik ga voor A. De Michiel de Ruiter penning. Nee, het is de Frans Narebout penning. De mensenredder. Zeventien en elf, ja. Sportcategorie. Welke sport beoefende Diana van Gelderen? Was dat handbal of B, korfbal of skiën? Ik ga voor A. Het was een gok, dus. Gok A. En A is goed. 40 punten erbij. En we gaan terug naar de plaatjes. Ja, 18 en 7. 18 en 7. Dansende mensen en de boerin. 10 en 1. 10 en 3. Ja, categorie taal, Zeeuwse dialecten. Wat is een onderkot? Is dat A, een kippenhok? Of B, een onderbroek? Of C, het onderste keukenkastje? Ik ga voor A. Ja, ik denk, dat moet jij weten. Want dat zeggen ze in Zeeuws-Vlaanderen ook, hè. Het onderkot. 40 punten erbij. En weer 2 nieuwe bordjes. Achttien en 7. Oh, die zei ik net ook tegen. Dan zit hij daar waarschijnlijk ergens in de buurt, ja, hè. 18 en 8.
15 en 8. Oh, zijn wel die dansende mensen, hè? 14 en 18. Ja, 10 punten erbij en een vraag in amusement. In welk jaar ging de skihal bij Terneuzen open? Was dat in 1998 of in 2003 of toch in 2008? Reken even terug. C. 2008 is goed, ja. Ben je er wel eens geweest? Ja, maar niet op de skibaan zelf. Oké. Okay. In het gebouw. In de horeca? In de sportschool, ja. Negen en dertien. 13 en 8. Twee keer het vraagteken, 10 punten erbij. Een vraag in de categorie algemeen. Hoeveel gemeenten telt Zeeland? Zijn dat er 9? Zijn dat er 11? Zijn dat er 13? Ik ga weer voor C. C, 13. En dat is goed. 40 punten erbij. En je score tikt maar door. 15 en 7. 4 en 7. 4 en 9. Twee keer de koekenpan. Culinair. Wat betekent de naam van het beroemde restaurant Interscaldes in Kruiningen? Dus wat betekent Interscaldes? Is dat A, tussen de Scheldes? Of is dat tussen land en zee? Of is dat op het platteland? Interscaldes. Ik denk B. Tussen land en zee. Ja, inter is inderdaad tussen. Maar Scaldes, ja, Scalda, ja, de Schelde. Ja, de twijfel, ja. Ja. Zestien en zeven. De uil en de boerin. 16 en 1. Twee keer de uil, 10 punten erbij. Wie was geen Zeeuwse medicus? Jason Pratensis, Levinus Lemnius en Hans Lipperheij. Eén van die drie was dus geen medicus. Nee. Maar welke was dat? Ik denk C, Hans Lipperheij. En dat is inderdaad goed. Dat betekent 40 punten erbij. 220 sta je al op. En je hebt nog maar 4 bordjes te gaan. 7 en 2. 2 en 15. Aardrijkskunde. Waar ligt Goreshoek? Ligt dat bij Tolen? Ligt dat bij Hulst? Of ligt dat bij Domburg? Ik ga voor A. A bij Tolen. En dat is ook goed. En ja, de tijd is om, dus die laatste twee, dat lukt net niet meer. Maar je hebt wel 265 punten. Nou, daar kun je dik tevreden mee zijn, denk ik, toch? Dat ben ik zeker, ja. Ja. Dit was de zomertour voor vandaag. Graag tot de volgende. En Joost, jij krijgt van mij nog voor als je naar het strand gaat. Dank je wel. En laten we hopen dat je niet te veel tijd hebt, dat je heel snel een nieuwe baan hebt. Ja. En nou ja, anders misschien voor 's avonds. Ja, heel veel plezier ermee. Oké, dank je wel.